Frank van der Bos, voorzitter van onze Rooie Club. Ik heb zojuist gesproken met Klaas Hartog, de voorzitter van de voorzitter van de Blauwe. Ja. Wat zijn de intenties van IJsselmeervogels voor het komende seizoen? Nou, de sportieve doelstelling is, dat hebben we nooit onder stoel of banken gestoken, om op het hoogste amateurniveau te voetballen. En dat doen we nu. Dus ons daarin handhaven is doelstelling nummer 1. En als we dat realiseren, nou, dan zijn we daar in ieder geval tevreden mee. En natuurlijk ook de grote hoop dat Spakenburg terugkomt en dat er weer een derby wordt gespeeld? Ja, uiteindelijk wel. Hè. Je kunt een tijdje plezier hebben als, nou ja, laten we zeggen, je zustervereniging het dus een tijdje moeilijk heeft. Andersom is het ook zo geweest. En dan kun je een week of een maand een lange neus naar elkaar trekken. Maar uiteindelijk zou het natuurlijk het mooiste zijn als we allebei weer op het hoogste niveau voetballen. Dat is goed voor het voetbal, dat is goed voor het dorp. Dat is goed voor de kas. En uiteindelijk hopen we dat en misschien volgend jaar de boel weer terugkomt. Ja, graag. Behalve het eerste natuurlijk van IJsselmeervogels spelen er heel veel teams ook op een vrij hoog niveau. Wat zijn bijvoorbeeld jouw verwachtingen van het dameselftal? Nou, IJsselmeervogels heeft een aantal jaren geleden de stap gezet om van een vrijblijvend damesvoetbal dat wat minder vrijblijvend te maken en er echt serieus mee aan de slag te gaan. En dat, daar zijn we blij mee. Blij dat we die stap gezet hebben. En je ziet nu al dat na een paar jaar tijd er ook een soort drang komt bij het dameselftal om op een wat hoger niveau te gaan voetballen. Dus de prestatiedrang die komt daar ook in. Ja, en dat hoort ook wel een beetje bij een club als IJsselmeervogels. Als je jeugdspelers bij de dames hebt die inmiddels al bij de selectie zitten van Oranje. Ja, dat is mooi en daar zijn we trots op. En daar willen we zeker ook in de toekomst verder energie in blijven steken, zeker. Wat betreft de accommodatie van IJsselmeervogels zijn jullie bezig met een verbouwing aan de kantine. Ja. Hoeveel vrijwilligers zijn daarmee gemoeid? Oh. Nou, het mooie is dat tot nu toe, en we zijn uiteraard nog maar met fase 1 bezig. En uiteindelijk bestaat het uit 4 fases. Maar fase 1 is wel een best wel een ingrijpende. En fase 1 en fase 2 zitten aan elkaar verbonden. En de bedoeling is dat we dat vrijwel volledig met eigen mensen gaan doen. En tot op heden lukt dat boven verwachting. Ja, en als je aan aantallen, ja, dan moet je echt aan tientallen denken. En dat is fantastisch om te zien dat mensen dat willen. En die stoppen daar gigantisch veel tijd in. En dat is geweldig. Doen we wel hard voor de club. Zeker weten.